Hallo serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en ik ben vandaag uitgenodigd op de booth van Ubisoft om Trackmania en Assassin's Creed te gaan spelen. Ik mag daar zelfs de gameplay opnemen en gebruiken voor deze video. Dus zieke content van games die nog niet uitkomen. Feest! Serpentjes, ik ben Rick van Serpent Gameplay en ik kom net terug uit Gamescom 2015. Daar heb ik op de Ubisoft booth 1 uur lang Assassin's Creed Syndicate mogen spelen. Tijdens dat uur heb ik ook nog wat mooie gameplay beelden mogen pakken. Nu ben ik thuis en ga ik een beetje over die gameplay heen lullen. Je kan het een beetje zien als een normale YouTube video waar ik commentaar geef, alleen zal ik wat meer dingen over de game vertellen, want ja, bijna niemand heeft deze game nog gezien. Toch een soort kleine primeur op Serpent Gameplay, een van de eerste YouTube kanalen met Assassin's Creed Syndicate gameplay, kan ik ook best het een en ander vertellen. Er zijn ook best wat grappige dingen gebeurd. Ik zat namelijk naast een man die dus heel veel weet van de game en hem aan heeft meegeholpen, en hij zat soms echt met zijn handen in zijn haren, want ik zoog balletjes hoor. Het eerste wat je nu gewoon moet doen is lekker naar het uitkijkpunt en daar krijg je eigenlijk pas echt je missie. Dus momenteel zie je me gewoon een beetje klimmen en klauteren. Ik verontschuldig me nu al voor mijn gameplay. Ik speel bijna nooit op PlayStation 4, ondanks dat ik er hierheen heb staan. En Assassin's Creed is ook niet echt mijn beste game. Dus vooral omdat ik het nu voor het eerst speel, het zal misschien een beetje zuigen. Het gaat om deze bitch, Lucy Thorne. Die moeten we keihard doodmaken en dat kan op 3 manieren. Dat is heel tof aan dit level. De eerste manier is de Master Keys. Vind de sleutels, die kunnen alle deuren openmaken en dan kom je zo bij die bitch naar binnen. Tweede manier is de Allied Guard. Een van de assassins heeft gedaan alsof hij een bewaker is. Hem kun je vinden, helpen en hij kan je zo mee naar binnen smokkelen. Undercover. En de derde manier, mochten wij niet spelen, want ze zeiden, hey, de kindertjes thuis moeten zelf natuurlijk ook nog wat kunnen doen in de game. Het is ook zo saai als ik alle 3 de manieren laat zien. Koop je de game, kom je bij dit level, is alles al gedaan. Dus, wij gaan vandaag de Allied Guard doen, want die leek mij toch wel het leukste. Ik had de eerste poging uit de sleutels gedaan, alles ging mis, iedereen ging dood. Je ziet al meteen een van de dingen die nieuw zijn aan Assassin's Creed. Je hebt nu een super awesome grappling hook en dat verandert echt de game. Ik skip nu even een stukje naar voren. We gaan namelijk naar de Allied Guard toe. Je ziet hem daar in de verte. Dat paarse vierkantje. Dat is onze makker. In principe zie je dus ook een heleboel van die bewakers met van die gekke pluimkoppen op. Dat zijn niet zulke foute mensen. Als ze je zien, dan gaan ze wel alarm slaan, want je bent op verboden terrein. Maar ze hoeven niet dood of zo. Het zijn geen bad guys. Daarom, als je meer dan 5 van die gasten vermoordt, faal je in het level. En daarom vind ik het leuk om ze te vermoorden. Die gast naast me, die dus heeft meegeholpen aan de game, die werd helemaal boos van, nee, dat moet je niet doen. Dat heb ik dus wel gedaan. Ik ben ook een beetje een rebel. Het zou geen Serpent gameplay zijn als ik niet onschuldige mensen omleg, toch? En we gaan dus nu naar de Allied Guard toe. Dan krijg je een beetje informatie over die gast en dan gaat een gezellig gesprekje met ons aan. Zie je trouwens ook wat een mooi camerawerk ik doe. Zie dan, hè. Dit had gewoon een film kunnen zijn. Hoe mooi ik dit film zo, die camerahoek. We kijken elkaar recht in de ogen aan. En hij zegt eigenlijk, hey, ik kan je wel helpen, maar er zijn 2 mensen onder de guards en die kennen mijn gezicht. Tempeliers. Kun je die even omleggen? Nou, ik heb hier dus de eerste gepakt met een prachtige snoekduik. Was alleen een klein bewakertje die een beetje boos op me werd. Ik gooide net een psychedelische pijl in hem, daarom was hij zo in de war. En hier ren ik weg, alleen het ging hier een beetje helemaal mis. Overal bewakers en ik ren gewoon midden op straat. Dat gaat natuurlijk niet goed, ik ren ook even nog langs die groep bewakers. Gelukkig is er dan de grappling hook en dan ga je zo omhoog. Whee! Dat is echt chill, zo'n benarde situatie waar iedereen je gewoon gespot heeft. Whee, ik vlieg zo weg. En hier zag ik een guard, ik denk, fuck it, die leg ik ook even om. En dan zag ik daar nog een guard. Ik denk, nog een guard. Die leggen we ook om. Ik leg gewoon graag dingen om. Kan ik ook niks aan doen. Zit in mijn bloed. En hotse, flotse, flotse, potse. En nu ga ik richting de tweede gast die ik om moet leggen. Er zijn 2 bewakers die je om moet leggen. En dan moet je weer terug naar je vriend, de Allied Guard. Ik gebruik hier mijn chameleon skill. Dat is ook nieuw. Dan druk je even je schouw op X en dan ben je onzichtbaar. Zo kun je redelijk goed aan mensen ontsnappen die je zoeken, terwijl ze nog redelijk dichtbij zijn. Als je nu even in de verte kijkt, zie je al het mannetje die we moeten vermoorden. Daar zo. Kan ik weer prachtig met die grappling hook. Hotse, flotse, zo naar die toren toe. Whee! Het is echt. Die grappling hook. Mwah! We gaan even naar die gast toe dus. Zo, lekker vanuit het torentje. En je ziet hem daar al lopen in de verte. Maar het is best wel tricky, want hier zijn best wel veel guards. En meer dan 5 mag je er niet omleggen. Dus ik ga even lekker deze kant op naar het andere torentje. En nu doe ik echt de master move. Hoor. Dit is echt de master move.
Moet je zien, moet je zien. Hier ben ik trots op. Ik ben bijna nooit trots op mijn gameplay, maar wat ik nu doe is echt ultra sick. Double kill, bots. Nu is alleen een klein probleem. Ik heb nu 4 guards omgelegd. Dus zodra ik de 5e omleg, haal ik het level niet. En er zijn nogal wat guards bij me. Dus ik moet nu even een prachtige escape maken zonder mensen om te leggen. Wat ik ook uiteindelijk ga doen. Ik probeer een beetje met mijn matige gameplay weg te rennen. Dat doe ik ook. Ik denk, oh snel, grappling hook, maar niet uit waarheen. Ga ik per ongeluk naar het torentje hierboven. Flikker er bijna vanaf. En toen dacht ik, hey, ik gebruik gewoon mijn chameleon skill. Hotse flotse. Ik denk, oh, misschien zien ze me nog. Ik doe een klein stapje daarheen. En ik gebruik weer die chameleon skill. En ik heb hier gewoon een tijdje gewacht totdat iedereen me weer losliet. Ze dachten, ach, al die dode mensen. Dat was vast een mislukte 1 april grap. Yes. Als het goed is, knip ik nu weer naar de gameplay waar ik weer terug rapporteer bij de Allied Guard. Hoppakee, daar ben ik weer. Hey vriend, ik heb de 2 mensen omgelegd. Wat gaan we nu doen? En nu wordt het echt interessant. We gaan een false kidnapping doen. Wij zijn een hele beruchte assassin in dit gebied. Alle guards moeten opletten voor de assassin. Hij gaat doen alsof hij mij gevangen heeft. Zo van, hey, ik ben een bewaker, ik heb de assassin gevonden, laat me er langs, laat me er langs. En hij doet dus alsof hij ons gevangen heeft. En zo kan hij ons prachtig mooi dat kantoortje binnensneaken. En dan kunnen we die bitch omleggen. Dat is wat we ook gaan doen nu. Enige probleem is, al die guards kennen elkaar, weet je wel. Die gaan iedere vrijdag samen een biertje doen. Dus als de Allied Guard te dicht bij de echte guards gaat staan, dan zullen ze zien dat hij een neppert is. Daar is dat cirkeltje voor. Als mensen in de cirkel komen, zijn ze dichtbij genoeg om te zien dat je een neppert bent. En je moet dus proberen door dit hele gebouw heen te gaan vol met guards, zonder dat de guards in je cirkeltje komen. Als dat lukt, dan ben je een baas. En dat ben ik. Oh, spoiler, het gaat lukken. Het zou ook zo jammer zijn als ik deze hele missie commentaar en dat dan in één keer blijkt dat ze me gewoon vinden en alles gaat kapot. Het is een beetje tricky hier op de trap. Het is sowieso heel tricky. Ik geloof dat ik zelf nog een stukje vooruit knip hier. Hotse flotse, we zijn binnen. En de guard doet zo van, hey, hier, we hebben een chick voor je. De assassin, wat wil je ermee doen? Nou, dit is echt prachtig hoor. Dit is prachtig. La 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 la. En dan doet ze iets wat je nooit moet doen. Weet je wat je nooit moet doen? Je rug toedraaien. Tam tam tam. Bam. Ha la 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 la. En stop maar een mes daarin. Daar horen geen messen in. Deden we wel. En toen was die bitch D-O-O-D. Krijg je nog een cutscene waar je een beetje gaat praten met die mevrouw. Trouwens, voor het geval je het nog niet opviel. Je speelt hier als een vrouw. Als het goed is zijn de hoofdpersonages een tweeling. Een man en een vrouw. En hier heb je dus een klein gesprekje. En dan eindigde dat je iets van een pijp pakt en je ziet allemaal guards op je afrennen. Tada! Assassin's Creed Syndicate. Komt nu heel leuk in beeld te staan. Industriële revolutie. Leuk tijdperk. Geschiedenis. En shit. Woe! Naast 1 uur lang Assassin's Creed Syndicate heb ik ook 30 minuten lang de nieuwe Trackmania mogen spelen. Trackmania Turbo. Trackmania heeft zeker een heel speciaal plekje in mijn hart. Ik heb vroeger, ik denk toen ik 11, 12 was, heel veel Trackmania Worlds gespeeld. Dat was dan een gratis game. En had je een campaign waar je voor medailles kon racen en je had een mode waar je je eigen levels kon ontwerpen. Allebei die modes zitten er sowieso nog in. Je kan nog steeds je eigen zieke levels ontwerpen en je kan nog steeds gewoon lekker campaign medailles winnen. Wat ze toe hebben gevoegd is de Arcade Mode. In de Arcade Mode doet je echt denken aan de oude arcadehallen waar je van die machines hebt. Dan flikker je 50 cent in en dan kun je een tijdje spelen. Het zijn redelijk korte levels. En het wordt ook echt ingeluid met druk op X om een muntje in te gooien. En bij deze levels heb je ook meteen een duidelijke scorelijst. En je race tegen de ghost van andere mensen met scores. Kijk ook gewoon hoe tof dit is. Trackmania is echt weer een stapje verder gegaan. Het was al een hele bizarre racing game met de loopings en dat soort shit. Maar nu kun je echt gewoon complete stukjes level op de kop rijden. Zo meteen doen we een andere project. Dan zie je dat heel mooi. Dat ziet er zeker gewoon heel tof uit. En de hele arcade mode is zeker leuk. Het enige probleem is dat het zo pijnlijk is als hier. Dan rij je tegen een ding aan en dan zie je de nummer 1 je zo voorbij gaan. En dan denk je, nee, waar ging het mis in mijn leven? De arcade mode is gewoon echt het leukste wat je met vrienden kan doen. Het zijn lekkere korte potjes. Hier dacht ik even af te snijden door het water. Nou, dikke tip voor iedereen. Het kan niet. Ik heb het geprobeerd. Ik heb het gedemonstreerd. Het kan niet. En hier is dan geloof ik de finish. Boosh, boosh, boosh. En ondanks mijn matige rijskills ben ik geloof ik nog ergens in de top 10 terechtgekomen. Ik was iets. Nu gaan we meteen door naar iets anders wat nieuw is. Kijk, de arcade mode is in principe wel leuk, maar dit is echt nog veel toffer. Hier hebben ze een random track generator.
als jij speelt met een vriend die de hele game al heeft gespeeld, er zitten heel veel levels in, maar als hij alle levels al heeft gespeeld, alle bochten kent, heeft hij gewoon een voordeel. Je kan dus een random track maken en die spelen, zodat niemand de baan kent. Super tof. En je kan ook, hij maakt een track en dan zegt hij, wil je hem houden, wil je hem niet houden? Ik had dus net de vorige track heb ik weggegooid. Ik dacht, ik wil wel een extreme track. En die kreeg ik. Deze track is redelijk extreem. Dus ja, de random track generator is zeker iets tofs. Een leuke toevoeging aan de game. Vooral omdat ik wel hou van randomheid. Oh nee, fuck de standaard levels. Flikker is wat leuk voor me in elkaar. Dit level vloog ik de hele tijd de bocht in. Ik heb er echt lang over gedaan om dit stukje gameplay te pakken waar ik nog een beetje normaal rij. Ah, zo meteen vlieg ik geloof ik alsnog ergens de bocht in. Hier is de een of andere panda magneet. Is een beetje onverduidelijk geplaatst. Ik ben er iedere keer tegen aangereden. Misschien moet ik gewoon niet zo hard rijden. Dat kan helemaal aan mij liggen natuurlijk. Fucking panda magneet. Wie zet er ook een panda op een magneet, joh? Ja, deze panda magneet en ik zijn wel een beetje aasvijanden ondertussen. Maar dat maakt niet uit, denk ik. Panda magneet, het komt alweer goed tussen jou en mij. Dit is wel de reden waarom ik niet echt een gigantisch record heb gehad. Gelukkig is het een randomly generated track. Dus de eerste keer dat je rijdt ben je altijd de eerste. Ik sta alsnog achter, want ik had hem al een keer eerder gereden. Dit deel duurt dus gewoon volledig op de kop. Ik denk zomaar. Gewoon een dikke vette gok dat het in de echte mensenwereld niet kan. Maar hey, wie ben ik? Ik ben tweede geworden, want de eerste dat was ik uit het verleden. En nu gaan we door naar de derde mode die is toegevoegd aan Trackmania Turbo. Namelijk de Double Driver. Je kan de twee game modes die je net liet zien. Gewoon de normale tracks en de randomly generated tracks doen in Double Driver. In plaats van splitscreen deel je samen één auto. Ik speel dit met Yuri en je ziet dus twee van die cursors. Als Yuri volledig naar links stuurt en ik volledig naar rechts, dan rij je door het midden. Dat is een beetje het idee van de Double Driver. En in banen zoals hier, waar je gewoon een beetje wat bochten doet en rechte stukken, gaat dat best wel goed. Maar zo meteen doen Yuri en ik een baan waar je iedere keer splitsing hebt, links, rechts. En is dat een kut, Yuri, gaan we links, gaan we rechts. En dan bam, ga je keihard tegen een paaltje aan. Hier ging het dus nog redelijk goed, maar het is zeker een leuke uitdaging. Vooral, hier is het ook best wel realistisch. We gingen best wel te langzaam door de looping heen. Dan flikker je er gewoon uit. Dan is het opeens het realisme wel weer keihard. Yuri en ik waren hier een beetje aan het backvechten. Dat hoor je er gelukkig niet bij. Ik was niet al te aardig tegen die jongen. Proberen nog een keer de looping te halen. Halen hem. High scores worden dan weer niet gehaald. Oh, een dubbele looping. Eén groot feest. Whee! Ik heb geen idee welke van die twee pijltjes ik ben. Maar het viel hier nog wel mee. Het viel nog wel mee. Hoe moeilijk de Double Driver was, maar het is zeker een uitdaging. Probeer maar eens gewoon de singleplayer mannetjes te verslaan in Double Driver. Veel succes daarmee. Was het einde? Wie weet. Nee, dit is nog een flink turbo stuk. Nog even een leuke looping om mee af te sluiten. Wotse flotse door het ringetje heen. Dit level ging nog wel. Het ging al ruk voor jullie als kijkers, maar dan heb je het volgende level nog niet gezien. We hadden hier wel een soort strategie. Het volgende level had namelijk een heleboel van die paaltjes, zoals ik al zei. En Yuri en ik hadden als oorspronkelijke strategie, we gaan telkens links. We hoeven niet te ruzien links, rechts, links, rechts. Gewoon iedere keer links nemen. Dat zie je ook heel mooi terug in onze gameplay. Alleen op een gegeven moment is daar dus iets verkeerd gegaan. Want dan hadden we bochten waar het veel logischer is, zoals hier, om door rechts te gaan. Dus dan hadden we eigenlijk in ons hoofd een soort onafgesproken afspraak van, we gaan toch maar rechts. En op een gegeven moment is het zo, we moeten toch links, toch rechts. En dan knal je dus tegen paaltjes aan. Het is echt een perfecte vorm van teamwork. Dit moet je doen als je heel veel bier in je mik hebt, denk ik. Je moet niks. Ik zet je nu niet aan te drinken, hoop ik. Dit kan je doen als je bier in je mik hebt. Laten we daarop houden. Dit is echt niet leuk wat je kan doen met je vriendjes als je biertjes hebt. Of limonade, dat mag ook. Ik geloof dat we hier zo meteen vlak voor het einde, ja, hier keihard tegen zo'n paal aanknallen. Dit was heel frustrerend, vooral omdat de finish echt vlak achter deze paal ligt. Oh, ja, dat is gewoon jammer. Dit zijn in ieder geval de dingen die nieuw zijn in Trackmania. De Split Driver, de Random Track Generator en de Arcade Mode. Voor de rest heel veel nieuwe tracks. Ah! Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Geef een duimpje omhoog en kom naar de YouTube Gathering, want Ilko staat opeens naast me. Hij liep toevallig voorbij hoor, dit is niks afgesproken ofzo. Wij spreken nooit jezelf. Doei!